Mijn naam is Freddy Hamons, ik ben lid van de Heemkundige Kring in Ulbeek. En we gaan het hier hebben over de drie noodhoeven gedurende de oorlogsperiode. Drie noodhoeven was onder de Tweede Wereldoorlog een onderduikadres voor bemanningsleden van gevallen vliegtuigen. Die vliegtuigen die stegen op in Engeland, hadden als doel de fabrieken en zo te bombarderen in Duitsland. Op de terugweg werden die veelal neergeschoten door ofwel nachtjagers van Brustum, ofwel het afweergeschut dat op de grond stond. Dus die gevallen bemanningsleden. In het ene geval werden die gepakt door de Duitsers en dan waren ze krijgsgevangen gemaakt. In het andere geval kwamen die verzetslieden tegen. En die verzetslieden die wisten welke onderduikadressen waren. En dus dan kwamen die onder andere terecht op de drie noodhoeven hier in Herten. Als die piloten hier aankwamen, doken die onder. En dan werden die ook opgevangen door mensen die bezig waren met de Comet Line. Dus dat was een organisatie die zich bezig hield met gevallen bemanningsleden en piloten terug in een traject te brengen om naar Frankrijk, Spanje, zo terug naar Engeland te keren. Zo waren er verschillende lijnen, maar er was gevaar mee. Sommige van die mensen die de bemanningsleden kwamen ophalen, waren spionnen. En dan gingen die mee tot Parijs en daar werden die piloten of bemanningsleden sowieso nog altijd aangehouden. De boerderij heeft nog een rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Op de eerste dag van de oorlog, 10 mei 1940, hebben zij een vliegtuig zien neerstorten en de piloot aan de parachute in de weide achter de boerderij. Ik ben Silvio Billen. Voor na te vertellen wat ik weet van die piloot die hier neergestort is. In 1940. Ik was toen nog niet geboren. Ik heb er veel over vertellen van mijn moeder. Wij woonden in de Drie Noodstraat, daar staat maar één huis. En mijn moeder was buiten in de tuin, ja, luchtgevecht. De eerste dag van de oorlog. Dat is de 10e mei geweest. Hoe laat? Rond 10 uur of iets vroeger misschien nog gebeurd zijn. Ik denk dat een van de eerste piloten is dat verongelukt is. In gevecht met een Duits hierboven. En ons vliegertjes waren papiervliegertjes. En als je dat ziet tegen de Duitsen, dat waren Messerschmitt, denk ik. En die was geraakt. Het vliegtuig, die piloot is gesprongen, de parachute niet opgegaan. Hoe hoog, dat weet ik ook niet. Hier, daar zo, is het gebeurd. Die is afgevallen, zonder dat de parachute openging. En ik heb al te vertellen, die was mijn moeder, heeft zijn gezin allemaal. Is de been op een tak gevallen van de boom. Been weg. Ik heb al te horen vertellen dat hem zijn kop in de grond stak. Dat heb ik wel verteld.